Robert Geesink, heb jij een beetje kunnen genieten vandaag, ondanks dat er een toch wel lastige rit op het programma stond? Ja, nee, zeker, zeker. De eerste 130, 140 kilometer waren wat dat betreft prima te doen voor ons. Heb ik zeker kunnen genieten van de mensen die allemaal gekomen zijn. Ja, want er stond ook nu weer heel veel publiek langs de kant. Hoor je dan ook vaak je naam? Hoe werkt zoiets? Want ja, wij zitten natuurlijk nooit eens op peloton. Leg dat eens uit. Ja, tuurlijk. Dat is heel veel lawaai. En af en toe hoor je je naam er tussendoor of spandoeken of mensen die je aanmoedigen. En die er ook daadwerkelijk voor jou staan. Maar dat is super natuurlijk om te zien. Af en toe waren de rijen zo dik of stonden mensen zoveel, stonden zoveel mensen langs de kant dat je van alles hoort. En dat je gewoon zit met één grote glimlach op de fiets zit. Ja, een hele mooie dag kan ik me voorstellen, ook al na gisteren. Na de Tour heb je er eventjes doorheen gezeten. In hoeverre ben je Daisy dankbaar dat ze jou er doorheen gesleept heeft en dat je nu hier met die rode trui mag rondrijden? Ja, doorheen gezeten is zwaar gezegd. Tuurlijk, ik was een beetje teleurgesteld. Maar zo werkt het in de sport altijd. Na doelen die je wel of niet gehaald hebt, moet je af en toe eventjes afbouwen om erop te kunnen bouwen, zo gezegd. En dat hebben we goed gedaan als gezin. En hier staan we weer met volgende, met heel veel energie om voor mooie andere doelen te gaan, zeg maar. Primoz is ook goed door die dagen gekomen. Was hier heel ontspannen met de fans in de weer. Ja, er lijkt eigenlijk niet zoveel aan de hand met hem. Nee, ik denk dat hij heel erg goed is. Hij is relaxed, hij maakt grapjes, hij trapt makkelijk, zoals we hem kennen. Dus ik denk dat hij goed in orde is, ja, zeker. Waar ligt het gevaar in het Baskenland al meteen, zometeen? Ja, kijk, in een grote ronde is elke dag natuurlijk kritisch. Hier zie je in de laatste kilometer ook nog weer een valpartij. Dus elke dag is gevaarlijk wat dat betreft, je kunt nooit verzwakken. Dat weten we allemaal, we hebben aan de lijf ondervonden, letterlijk en figuurlijk. Dus we moeten elke dag scherp zijn. Baskenland gaat ook meteen erg lastig zijn, zeker. En dus op naar die vierde eindzege? Ja, dat lijkt me heel erg mooi. Maar dag voor dag. Dankjewel.